Samaryk Mahmud Labakhetou, iedereen welkom terug bij dit kanaal. We gaan verder met het hoofdstuk over mijn en zijn aandeel in de geschiedenis van de Koran. Belangrijk dat we dit blijven onderzoeken en belangrijk dat we vragen stellen. Want zoals ik al honderd keer heb gezegd, zodra je in de hadith duikt om dit stukje, dit aspect van de Koran te onderzoeken, dan zul je vinden dat er heel veel zaken die daarover verteld worden in de hadith ingaan tegen uh, de Koran. Wat zou je kunnen afvragen? Er bestaat een hadith van Soyuti die zegt dat Omar minstens, minstens, over 21 onderwerpen gelijk had. 21 onderwerpen zou Omar hebben aangekaart bij de profeet, bij de moslims dus, voordat alles geopenbaard had. En toen alles geopenbaard had, kwamen ze in die exact verwoording zoals Omar dat gaf. Dit geeft een probleem, want dat gaat in tegen het Koran. En waar gaat het in tegen het Koran? Waar niet? Kijk bijvoorbeeld naar surat al-Isra, vers 88. Allah zegt, al zou de mens en de djinn samen om een soort gelijk uh, 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 boek te maken als de Koran. Dat zal ze niet lukken. Ja? Dus Allah zegt, alle mensen bij elkaar en de djins, al zouden jullie al jullie kennis bij elkaar proppen, om zo'n zo openbaring te geven als de Koran, dan gaat het niet lukken. Er zijn hypocrieten, niet-moslims Arabieren, die dat geprobeerd hebben. Die hebben geprobeerd om uh, uh, een boek te produceren wat lijkt en klinkt als Koran. En als jullie dat horen... Misschien ben ik biased omdat ik de Koran ken. Maar als jullie dat horen, dan hoor je dat dat een soort, een soort fake aftreksel is. Het is. Je hoort het gewoon. Dat je is, dit is lachwekkend. Maar het is niet lachwekkend. Het is bedoeld: dit zijn mensen die deze uitdaging aan zijn gegaan van Allah. Niemand kan een boek produceren als de Koran. Dus er zijn mensen die dat letterlijk gedaan hebben. Maar wat ze hierbij vergeten, is niet zozeer alleen maar van kan je. Een, een, een hoofdstuk schrijven die klinkt als Koran. En als je dat doet, dan ben je een van die sukkels die Koran niet hebben begrepen. En wat Allah zegt, denk na en doe het dat beer. Ja? Dat betekent dat je alleen maar kijkt naar hoe klinkt het klinkt. Oh, ik kan ook zo'n woord Ja, natuurlijk, want het is Arabisch. Het, is, het zijn geen magische formules. Natuurlijk zal je in staat zijn, nu je Koran hebt, om een paar woorden bij elkaar te kokstoven, die zo klinken. Want het is Arabisch, dezelfde klank, dat is niet zo moeilijk. Ja? Uh, wij weten bijvoorbeeld: in de tijd van de profeet was er een, een, een valse profeet die heette Selem uh, el Kedeb, De valse profeet. En, verzen die de profeet kreeg van Allah, ging hij herhalen. Je hebt in de Koran heb je bijvoorbeeld dat Allah soms zijn woord twee keer herhaalt. En, en deze valse profeet, die ging Arabische woorden herhalen. Wat nergens opslaat. Alleen maar omdat Allah soms een woord herhaalt in de Koran, maar daar is het in de context. Daar is het vaak als Allah de profeet concepten leert over het leven wat de profeet niet kent. Zoals Lailat al-Qadr, al Allah vertelt de profeet de, 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 de machtgenacht en wat weet jij nou wat de machtgenacht is? Want de profeet kent die term niet, machtgenacht. En Allah zegt, dit is de nacht waarop de, de, de Koran is geopenbaard. Snap je dus? In dat concept herhaalt Allah een woord om het te onderstrepen. Van hé, hey, let op, dit is iets nieuws voor je. Maar om gewoon dingen te herhalen, alleen maar omdat het ook in de Koran wordt herhaald, dat is slagwekkend. Het is bijna een soort circus. Het is echt slagwekkend. Dat is één ding. Twee, de Koran is consistent. Waar je ook iets vindt in de Koran, zul je ziet dat het consistent is, als je dat bij elkaar verzamelt. Hoe meer je eigenlijk over eenzelfde onderwerp verzamelt uit de Koran, hoe meer je snapt. Daar komen die puzzelstukjes bij elkaar. Maar wat je vindt bij mensen die de Koran hebben nagedaan, is ze fixeren alleen maar op wat zij zien als een soort rijm. Dus dan gaan ze daar weer op die bocht gooien van hey, het, moet, het moet bijna als een soort, want je hebt in de gedichtenwereld heb je verschillende uh, dichtstijlen, wat rijmt, wat niet rijmt. Het hoeft niet altijd te rijmen als Sinterklaas uh, gedicht om het gedicht te noemen. Er zijn ook gedichten die sofisticeerd zijn, die rijmen niet, omdat dat de stijl is. Dus die gaan daar zitten meespelen met die stijl van oké, okay, okay, het rijmt niet, maar dan, maar ook dat valt door de mand als je Koran kent. Maar het allerbelangrijkste is, is wat staat er in de Koran. En in mijn beleving is dat waar Allah vooral op doelt. Want woorden op papier zetten kan iedereen. Dat kan letterlijk iedereen. Maar waar Allah mee bedoelt, in mijn beleving, en Allah weet het beste... niemand kan met zo'n boek, zo boek komen als de Koran komen... wat erin staat. En wat staat er bijvoorbeeld in? Het, het hoogste wat mensen konden beklimmen is een berg. Maar Koran vertelt ons dat hoe hoger je gaat... hoe hoger je de aarde verlaat... Hoe minder zuurstof je zult ervaren. Koran beschrijft de toestand van hoe een embryo eruit ziet in de baarmoeder. Ze hadden toen geen sonar en echo's en dat soort zaken. Uh, um, uh, Koran vertelt jou dat meren communiceren. Had de profeet nooit kunnen weten. Uh, Koran vertelt ons dat planeten bewegen. Had de profeet nooit kunnen weten. We hadden toen nog niet de, de, de telescoop en dat soort zaken. Dat wordt later door Galileo. Pas veel later na de profeet wordt het uitbedacht. Uh, Hij heeft de profeet nooit kunnen weten. Dus het gaat niet om van laat een boek klinken als een Koran. Het gaat erom, wat staat erin? Kun jij nog iets nieuws toevoegen? Wat jullie zien aan de hemel als ster is niet eeuwig. Een ster kan exploderen. Uh, en, en, het, en zelfs wat wetenschappers nu vertellen, het licht wat we zien van een ster. Is verouderd. Voor hetzelfde geld bestaat die ster niet meer. Allah vertelt dat in de Koran. De plek waar ooit een ster heeft gestaan. Dus die ster is er niet meer, maar daar zou het gestaan hebben. Dus daar is ontiegelijk veel. Hoewel Koran en Allah vertelt, het Koran is geen wetenschappelijk boek en het is ook niet bedoeld om ons uh, natuurkunde en uh, scheikunde te leren. Maar Allah wil het punt maken van, daar dat gaat het me niet eens om. Maar als dat het is wat voor jou belangrijk is, wat je uit de Koran wil halen, of Allah bestaat of niet, hier heb je uh, een berg aan info die je kan checken. Dus, uh, ja, en, en, maar in zijn algeheel genomen, vertelt Allah dus ons dat niemand met iets kan komen als de Koran. Maar ditzelfde zou je kunnen doortrekken, niemand kan met iets komen als de Torah of de Injil. Dat zijn allemaal woorden van Allah. Maar wat Suyuti doet, en Hadith, die klapt en juicht en ballonnen ophangt voor Omar, omdat hij minstens 21 onderwerpen goed heeft geraden, voordat Allah zijn geopenbaard heeft, en vervolgens heeft Allah geopenbaard in die exact dezelfde woorden van Omar, eigenlijk zeggen ze tegen deze vers, Omar heeft het gedaan. Omar is erin geslagen om minstens 21 zaken uit de Koran, aan de mensen te geven voordat alles geopenbaard heeft. Dus, en daarom zeg ik, beste mede-moslims die hadith aanhangen, in plaats van dat je de you doet, slingers hangt, ballonnen opblaast en de couscous maakt en de familie bij elkaar en we gaan dansen juichen. Want kijk naar Omar, onze Omar, God zegen hem dat die Allah die bla 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 dat heel ridel, denk eerst na wat die doet met jouw Koraan. Ja? Het is een ondermijning van het woord van Allah. Alleen maar omdat ze dit een, onderwerp hebben gemaakt, een onderdeel hebben gemaakt van de campagne om draagvlak te creëren voor Omar. Als het klopt dat Omar is zoals die was, een bruut, die ging eerst slaan en dan praten, betekent dat de moslims in die tijd, zoals nu, niemand wil een bruut als leider. Niemand. Toen niet, nu niet. Dat waren geen andere mensen toen, waren geen aliens. Wat er... Dezelfde mensen toen, dezelfde mensen nu. Ja? Zij leefden toen in tenten, wij leven nu in huizen. Meer is er niet. Ja, en dan, we hebben nu auto's en treinen, dat soort zaken. Zij hadden kamelen en paarden. Voor de rest, dus, voor de rest zijn we hetzelfde. Zoals jij dat nu zou beleven, een bruut van een leider. Dus ik denk, als dit gebeurd is en het klopt, hoe Omar wordt geschetst in hadith zelf, dan was dit een onderdeel van de campagne om draagvlak te creëren voor Omar. Kijk eens, Omar had zoveel wijsheid. Ja, als een soort Salomon. Hij had wijsheid en hij, Dat is onzin, daar moet je niet om klappen, maar daar moet je om huilen. En daar moet je kippenvel van krijgen, want het gaat in tegen de Koran. Nogmaals, al isra vers 88. Dus Allah zegt dit, en Oma zegt tegen Allah: moet jij maar eens opletten. Ik kan een Koran produceren. Sterker nog, ik kan het voorspellen voordat Allah zelf daarop komt. Denk na, moslims, denk na, moslims de hadith aanhangen. Denk na voordat je snapt waar je omklapt en, 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 en uh, kleren omscheurt, en Oma, en onze Oma, de Leelama. Ja. Iets anders waarom dit ingaat, dit geven vanuit Hadith en de geschiedenis van de Koran ingaat tegen de Koran, vinden wij in el maidah vers 101. Alle leerde de Moslims hier, heb geduld. En alles zegt hier in El maidah vers 101. Moslims praat niet voor jullie beurt en vraag niet te veel zaken. Wacht tot de openbaring klaar zijn. Maar hier is Omar. Die wacht niet. Die vraagt niet. Nee, die weet al. Daar waar Allah tegen de moslim zegt, wacht tot de openbaring geweest is. Ja? Het antwoord komt eraan, heb geduld, wacht tot ik besloten heb dat dit de juiste moment om te openbaren. Maar Omar die hoeft helemaal niet te wachten. Waarom moeten we nog wachten op Allah? Waarom moeten we wachten op zijn openbaring? Dat is helemaal niet nodig joh. Wij hebben Omar, Omar is nu een soort Allah, hashalillah. Omar is nu een soort Allah. Als Allah niet snel genoeg openbaart, nou dan draaien we toch gewoon ons hoofd naar Omar. Wat ga jij openbaren, Omar? En daar klappen de hadith-moslims voor. Het is beschamend. Het is echt beschamend. Dit is, wat, dit is wat er gebeurt als iemand niet weet waarom die gelooft, waarin die gelooft. En hoe hoort hij te geloven? Dit is wat, dan klappen ze om alles. Ja, wat onze oma's deden. Je hoeft ze maar iets te vertellen wat een beetje drama heeft. En ze begonnen al te huilen. Ach, ach, gezegend is hij en die en Waarom? Ze kijken naar het drama-effect, naar de saus. Maar ze snappen niet wat het op den duur betekent als je die lijn doortrekt. Dus wat, wat Hadith jullie vertelt, gaat in tegen dit, wat ze noemen muttafaqat Omar. En ik heb jullie verteld wat muttafaqat betekent. Het komt overeen met. En wat dit zo scandalous maakt en, en blasfemie, is het komt niet overeen met wat Allah zegt. Het heeft bepaald, gedikt. Omar dicteert aan Allah en Allah openbaart. En is dit iemand die wij mogen zien als een vrome moslim? Iemand die, die over zichzelf beweert dat hij dicteert aan Allah. Daar waar de profeet dicteert, zegt Hadith, aan de mensen wat hij van Allah heeft. Omar dicteert rechtstreeks aan Allah. Iets anders kan je er niet van maken. Het is heel gevaarlijk om met woorden te spelen. Iets anders kan je. Wat, wat christenen doen met Jezus en begatten. Not made but begatten. Hij was niet gecreëerd, maar, maar God heeft hem genomen. Je bent of gecreëerd, ja, of niet. Nee, he was not made. But, snap je? Dus dat, dat, dat verhaal. Is hij de zoon van God of is hij niet de zoon van God? Christen hebben iets bedacht om daar niet over te hoeven discussi discussiëren. He was begotten. What does that even mean? Begotten? Ja? Yeah? What does that even mean? Was hij gecreëerd als mens? Nee. Dus we moeten oppassen dat we niet met woorden gaan spelen. Ja? Yeah? Omar. Wist zaken voordat alles zich geopenbaard had. Hoe kan dat nou? Terwijl Allah ons in Meiide vertelt, 101, wacht. Jullie hebben te veel vragen, het is niet nodig, het komt er allemaal aan. Ja? Het wordt allemaal helder en duidelijk. Wacht even. Dus, wat is er nog meer? Waar gaat het nog meer tegen in? Wat denk je van Meiide, vers 3? Uh, en ik neem hem vanaf het midden, met alle respect voor de woorden van Allah, omwille van de tijd. Albi luhmiz danzi mismalaqanahim. Aliyume akmeltulukum dinukum. Vandaag is jullie uh, geloof voltooid. Vandaag is jullie geloof voltooid. Dus het heeft he en dit is midden. Het heeft heel lang geduurd voordat de openbaring rond is, voordat in ieder geval de Islam en het geraamte van Islam klaar was zoals Allah de islam bedoeld heeft we lezen in Mede -um ja? dat betekent daar halen we ook uit dat we daarvoor nooit hadden kunnen weten wat Allah van plan was wat is islam in grote lijnen in kleine lijnen op, op microniveau groot. maar Omar wist dit allemaal al dus die hoeft niet te wachten tot Allah zegt vandaag is jullie geloof voltooid want voor Omar was het al voltooid hij wist zoveel, hij kon dingen raden voordat het er is Snap jullie dus, voordat we de slingers ophangen en ballonnen opblazen, snap de achterlijkheid van dit. Het is niet alleen maar achterlijk, het is gevaarlijk en het is blasfemie. En als we niet met woorden spelen, want daar zijn we moslims net zo goed in als alle andere volkeren, dan zeg je hier eigenlijk dat Omar heilig was, heiliger dan de profeet en heiliger dan Allah, want hij dicteert aan Allah. En moslims kunnen hun raam open doen en daaruit springen en gillen scheuren, kleren scheuren, haar van je kop. Maar jullie weten dat dit het is waar het op neerkomt, wat deze hadith zegt. Wanneer je vertelt, en dat vertelt hadith, dat Omar zaken wist te voorspellen voordat alles ze openbaart. En Allah openbaart ze exact in de woorden van Omar. Dit is de school woordenboek definitie van dicteren. Omar dicteert aan Allah en Allah openbaart. En dan in dat opzicht zeg ik: Wie is Homar? Ja, wie is Homar? Het is maar een mug. Om hem te vergelijken met Allah. Dit vind ik het ergste wat ik in de hadith ooit heb gelezen. Maar dit, dit blijft het niet bij. Een hadith, wat waarschijn, waarschijnlijk niet heel veel moslim kennen: Gaat als volgt: Rawah al-Islam. Abu Ismail al-Harwi bi isnadat al-Harwi bi isnadi ila Abi Zaid al maruzi dus hij komt al-Marruzi قال كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي ja dus dit is een hadith schrijven die zit te vertellen over een droom hij lag te slapen en in die droom is de profeet verschenen fara'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam waarom willen ze hijsen maken met deze hadith omdat de hadith, traditie, jou vertelt dat als je van de profeet droomt, dan is hij bij jou geweest. Ja? Want Satans kunnen iedereen nadoen en jou in alles misleiden, behalve als je van de profeet droomt. Dus uh, dit stukje informatie moet je kennen. Dat is de cultuur en de traditie. Af. dus hij lag te slapen. en Nabi. En ik heb de profeet gezien in mijn slaap. Sallallahu alayhi wa sallam. Dit is de profeet die met hem praat. Je ja, Ebbe Dus hij praat tegen deze Zeid. Wie is deze Zeid? Een van de Ahadith-schrijvers. Dus dit, is, dit is zijn mensen die daar hun werk van hebben gemaakt. Ja, en, en deze Ebbe moet je ook kennen. Ebbe Zeid al-Marouzi moet je ook weten. Is ook belangrijk om mee te nemen in dit verhaal. Hij was gespecialiseerd in Bukhari. Wat wij hier zien is iemand, en Allah weet het beste, die propaganda maakt voor zijn eigen werk. Ja? Iedereen moet uh, Nike Air kopen. Want dat is het beste en het is goed voor je voet. Zegt Nike Air, fabriekmaker. Snap je? Bij van WC Eend. Adviseer jullie WC Eend. Dus hij was gespecialiseerd. Dat vind je ook als je over hem gaat lezen. Vind je onder andere dat hij gespecialiseerd was in Bulgarië. Dat was zijn ding. Uh, en dat blijkt natuurlijk niet voor hem in dit geval. Enfin, dus hij zal gezegd hebben. De profeet verscheen in mijn droom. En de profeet zal gezegd hebben. Ja, ebbe mete Dit is echt erg. Dit is echt erg. De profeet is zich nu aan het mengen met de concurrentie onder de hadithschrijvers. Dus de, dus de profeet heeft nu iets tegen Shafi'i. Snap je? En dit is waarom deze, deze, deze mensen, deze figuren, alleen Allah weet wat in hun hart zit. Dit is wat hun zo eng maakt. Dus de profeet is tegen Shafi'i. Maar Shafi'i bepaalt het lot van een, het reilen en zijn van een hoop moslims. Maar als de profeet in de droom zegt van tegen deze man, Abizeh el Marruzi, hoe lang ga je nog het boek van Shafi'i bestuderen en, en, en uh, aan de man brengen en verkondigen. En, en... Dat betekent dus dat de profeet hier niet eens is met de Shafi'i. Dus de profeet geeft nu in de droom zijn voorkeur voor boeken. Dus de profeet zit nu waar hij ook zit. Ja? In de, in de Koran lezen wij dat iedereen die doodgaat valt in slaap tot Judgment Day. Maar nee, de profeet is nu een bibliotheek, stagfirullah, aan het opbouwen. Waar die ook zit. Dus hij krijgt ook nog de boeken van Shafi'i en Bukhari. Die worden naar hem gestuurd, naar het Heer Nama's, waar dat ook is. Stagfirullah. Ja? Dus ik probeer hier niet grappig te zijn. Ik probeer hier confronterend te zijn met waar we in geloven. Als hadith aanhangers. Want dit is wat jullie zeggen. Dus de profeet... Is dood, ligt niet te slapen, wat we lezen in de Koran. Iedereen die dood gaat, ligt te slapen. Nee, de profeet is een bibliotheek aan het opbouwen. Ja? In de Barzach of waar Gadiza ook vertelt dat we zitten. Ja? Dus die krijgt de boeken gestuurd. Het it's, is echt crazy. Het is echt is crazy. En dit is niet nieuw, dit hebben ze van de christenen. Ja? Sint Paul, die Jezus nooit heeft ge gezien. Nadat Jezus dood was, verscheen die in zijn droom. Paul, Paul, wat wil je met mij? Laat me met rust. Waarom... Het gaat gewoon door, het gaat gewoon door. Dus, dus, ja, Jezus gaat gewoon door met spreken dan wel in zijn droom. Wat hij gedaan heeft tegen ja tegen Paal, af. Enfin, dit is waar we het over hebben. Dit is waarom je dit niet serieus kan nemen. Ja. Dus de profeet mengt zich nu in een soort een soort concurrentiestrijd tussen Scheferi en een En blijkbaar zat dat. De, je kan zien dat deze mensen aan het aan het uh, juichen waren voor Bulgari, want je had eerst de Shafi'i en dan de Bulgari, Want Bulgari is later gekomen. Enfin, doet er niet toe. Volgens mij uit mijn hoofd, wat ik nog weet van de tijdlijnen... Je had eerst de Shafi'i en dan de Bulgari En later deze vent. Ja? Dus wat je hier vindt is bijna een soort propaganda. Voor Bulgari tegen Shafi'i. En als moslims deze accepteren als hadith sahih... betekent dat jullie Shafi'i, jullie die hadith aanhangen... want daar is altijd een prijs voor wat je gelooft... Dat betekent dat je jij volledig los moet laten. Laat jij volledig vallen. Dat kan niet, want daar is een kwart moslims over de hele wereld zo niet meer die jij aanhangen. Dus wat gaan jullie daarmee doen? En die hebben hun hele leven de jij aangehangen. Zijn boeken, ideologie en, en, en. Maar hier is de profeet die stuurt berichten vanuit het Hinama's aan deze Ebizid al maruzi En hij zegt tegen hem, ja Zaid, oh Ebizid mete te Hoe lang ga je zelf nog bezighouden met Shafi'i? Welette druskitebi. We kijken, we kijken wat een blasfemie. We kijken dit soort demonen, hoe ze moslims misleiden. te Wanneer ga je mijn boeken studeren? Dus de profeet heeft nu een boek. De profeet heeft een boek. Wij dachten altijd, de profeten, als zij het hebben over boeken, dan zijn het de boeken van God, die ze gegeven hebben aan de mensheid. Mis. Ja, raad nog een keer. De profeet bedoelt niet met zijn boek de Koran, hij bedoelt het boek van Bulgarië. Oh mijn God, it's out there. Het yeah? is er. We kunnen daar niet meer omheen dansen. Je kan er niet meer omheen dansen, je kan niet wegkijken, je kan niet meer teenkromend zitten kijken waar moet ik mijn gezicht, moet ik in de grond, waar moet ik, moet ik rond? Nee, je moet hiermee dealen. Yeah? Deze hadithschrijver, deze demon in mijn optiek, yeah? Die zegt dat de profeet vanuit het Heer namaals berichten stuurt. En hij geeft een voorkeur. Dit is geen voorkeur wat de profeet geeft. Dit is geen voorkeur. Dit is, de profeet laat de mensheid weten dat hij maar één boek heeft. Ja? En dat is het boek van Bokhari. Hoe zit het met de Koran? Moet een profeet nooit. Wat zegt alleen in, in de Koran over de profeet? De profeet mag niet bepalen wat hij zegt en wat hij niet zegt. En de profeet werd gecorrigeerd in de Koran. Meerdere keren werd de profeet gecorrigeerd in de Koran. Van dit, dit heb je fout, dit heb je dit, dit mag je dit, dit, dit. dit de. Elke keer werd hij gecorrigeerd en dat, dat kunnen we allemaal vinden in de Koran en dat is goed. Dat is alleen maar, het pleit alleen maar voor de authenticiteit van de Koran. Ja? De profeet werd gecorrigeerd wat hij wel of niet mag zeggen. Dat was, dit was jouw taak dit is het boek wat je moet uh, waarvan Allah zegt dit moet je delen met de mensen en als je dat niet gedaan hebt, heb je niks gedaan maar de profeet schrijft nu de Koran opzij en dit is heel belangrijk jongens, dit is heel belangrijk want hier is het kloppend hart van het kwade wat Koran heeft vervangen met Bukhari waarom wij nu zoveel ellende hebben met de islam ja? de verharding wat je ziet al eeuwenlang is omdat ze de Koran opzij hebben geschoven. En ik zal niet zeggen geschopt, uit respect voor de Koran. Ze hebben de Koran opzij geschoven en in de plaats is Bukhari gekomen. Hoe is dat ontstaan door dit soort tafereelen? Profeet die vanuit het Heer Namaal praat tegen een hadithschrijver en hij zegt: wanneer ga je mijn boek lezen? Wat is jouw boek, Profeet van God? Bukhari. Ik heb, een, ik, ik heb een dag nodig om jullie uit te leggen waarom dit kwaad is wat we hier lezen. Waarom dit ingaat tegen alle, tegen de Koran, tegen de profeet. Ik heb letterlijk een dag nodig om dit uit te leggen. Om dat helemaal uit de kaart te halen. Zodat jullie snappen de ernst van zo'n een, een, een demonisch droom die in naam van de profeet wordt verteld. A. Ah, de profeet heeft dus ook voorkeuren. Hij praat, waar Allah zegt in de Koran, hij praat alleen met Koran vanuit Koran. Nee, de profeet heeft dus ook zijn eigen ideeën, ideologie wat hij verspreidt. Dat is één. Het tweede, de profeet had een boek, dat is niet Koran, terwijl Allah vertelt hem. Wees be alleen bezig met Koran. Alleen wat ik openbaar. En vanuit daar ga je de mensen leren. Ja, el kitab. De profeet gaat jullie leren het boek van God, de Koran. Maar nee, de profeet had blijkbaar onder zijn oksel. Een soort andere boek. Ja? Een soort andere boek wat hij meedroeg. Ja? En dat is dat boek wat later miraculeuze wijze is uitgekomen bij Bukhari. Ja? Dus, dus de profeet die had twee boeken: de Koran en Bukhari. Want, dat, want dit, is, dit zijn mijn woorden. Jullie kunnen schreeuwen, je kleren scheuren, uit het raam springen. Moet je vooral doen als dat het is wat je voelt. Maar dan moet je dat niet tegen mij doen. Dan moet je tegen je schrijver doen. Jouw hadithschrijver, hier, ik zit toch te vertellen. Rawah Sheikh islam de Sheikh van de Islam nog wel. Ik weet niet welk islam, maar niet van mij. Abu Ismail al-Harwi. Ja? Over Ebi Zaid al-Maruzi. Schreeuw niet tegen mij, schreeuw tegen je hadithschrijvers. Die zeggen dit. Als je dit accepteert als hadith sahih, dan is dit waar je mee moet dealen. Ja? Dit is wat ze zeggen. Dus de profeet had blijkbaar een ander boek naast de Koran. Dat is Boghari. En het gekke daarvan is, dit is een boek wat de profeet moet hebben gehad 300 jaar vroeg. Dus de profeet heeft Boghari gehad, gekend. Geacquireerd, 300 jaar terug in de tijd. En het heeft 250 jaar geduurd. voordat een Boogari geboren werd. en het boek van de profeet aan de mens deelde. Dit is. wat is dit voor achterlijkheid? Maar nog erger. Achterlijkheid is nog onschuldig. Dit is duivels. We moeten het noemen zoals het is. Dit is duivels. Dit is niet achterlijkheid en hun en fout. En, dit is duivels wat hier verteld wordt. Ja? Dus de profeet. Had een ander boek naast Koran. En de profeet die gaat nu een boek aanwijzen. geschreven door de mens. En de profeet zegt: En dat is mijn boek. Weet jullie wat dat ook insinueert en suggereert? Dat Bukhari openbaringen kreeg van de profeet. Daar waar de profeet openbaringen kreeg van Allah. krijgt Bukhari nu openbaringen van de profeet. Dus de profeet is in dit geval een soort God, Hashalillah. Mogen alle me vergeven. En Bulgari is de profeet. Snap je dit waar dit aan? We moeten niet met woorden spelen. Als ik ergens een hekel aan heb, en dat kunnen wij moslims, dat heb ik jullie al eerder verteld, net zo goed als andere volken, hè? met woorden spelen. Dit is wat we doen: Vertel het zoals het is. Ja? Vertel het zoals het is. Haal het uit elkaar. Kijk even waar het van gemaakt wordt. En waar het van gemaakt wordt is blasphemy. Dit is liegen over Allah en liegen over de profeten. En Allah vertelt ons in de Koran, wie over mij liegt, kan niet rekenen op mijn vergevenis. No way, nooit niet. Wie over mij liegt en vertelt dingen die ik niet heb geopenbaard, one way ticket naar hell. daar is geen uh, please God forgive me, I didn't know. Ik heb het niet gewust, doet niet mee bij Allah, bij dat soort zaken. Met andere woorden zegt Allah, bemoei jou met de feiten. En niet wat Tante Mimoud heeft verteld. Toen ze net uit haar slaap uh, uh, ontwaakte, want ze had wat gedroomd. We kennen allemaal verhalen van oma's. Mijn oma had elke ochtend een nieuwe droom. Kennen ze allemaal. Dit is niet anders dan dat. Ja? Mijn oma, oma over de, he de meeste heilige figuren. En als ik vroeg mijn oma, wie zijn die mannen? Dat weet ik niet. Het was een oude man, had een baard. Dat is ook wat we hier zien. Ja? Mensen die van alles erbij halen. Wat op een gegeven moment een soort geboorte geeft aan bepaalde dromen. Waar ze mee worstelen. Als ik dit zou lezen, en ik ben geen psycholoog, maar als ik dit zou lezen, zou ik bijna denken: en alle weet het beste, deze Abizedel Marouzi had een probleem, had een soort carrièrecrisis. Ja? Hij wil Bulgarije aan de man brengen, maar het werkt niet. Of hij wil een chefje aan de man brengen. Want er wordt gezegd dat hij een chefje -chef is van oorsprong. Maar blijkbaar ging dat niet werken, was er niet veel vraag naar. Blijkbaar was Bulgarije aan het winnen. Wat ze gedaan hebben met Mark en Matthäus. Mark is de oudste, maar Matthäus werd als eerste in de Bijbel, want het was populair en dat had heel veel aanhang. Hoewel Mark de oudste is en vertelt ons heel veel zaken over Jezus. Enfin, dus Cheviy dus werkt niet, we stappen over Bulgarije. En hoe doen we dat? Door propaganda, reclame. Dat noemen we nu reclame op tv. Er komt een reclameonderbreking. Uh, dit en dit moet je doen, want dat is beter dan Dref, dan die dan. Nu is Bulgarije beter dan Cheviy. Uh, ja, ...waar de Reft is beter dan de Aldi is nu, Boeghari... ...en het ergste is, we gebruiken ze in hun reclamespotje, de profeet. Ja? En dan wordt er land, berg en zee wordt uit elkaar gescheurd... O jee, als de profeet in een film verschijnt, want blasfemie ...maar de profeet werd, wordt zonder copyright, wordt die gebruikt... ...in elk propaganda- en reclamespotje van dit soort duivels... En niemand die zich daarom bekomt, geen moslim die zegt, wacht even, wat zijn jullie aan het doen? Nu is de profeet berichten aan het geven vanuit het Heer Namals, ja, Aan al Marusi. Lees mijn boek. Dus, dus het boek van Boghari is het boek van de profeet. Wat wil dat suggereren? Aan het eind van de dag, wat wil dat suggereren? Als een profeet zegt, dit is mijn boek, dat betekent dat dit gelijk trekt met de Koran. Dat betekent dat Boghari's werk. Net zo heilig is als de Koran, want de profeet van God benoemt het als zijn boek. Dit is waarvan ik zeg, moslims, laten we niet met woorden spelen, want dat is wat hypocrieten doen. Laten we niet met woorden spelen. Zoals de katholieken hun heiligen hebben, zo hebben wij binnen hadith zowel de Sunni als de Shia, helaas. Zowel de Sunni als de Shia. Ja? Hoewel het niet dezelfde figuren zijn, maar alle twee kunnen er wat van. Hebben wij heiligen? Wij hebben heiligen. Ja? Allah erkent het concept van heiligen niet. Mens, je bent mens, je gaat dood als mens. Maar wij hebben heiligen gecreëerd. Ja? Dus de infecties van de Joden, van de, van de Christenen, van de Grieken, van de, van, van, heeft ons ook bereikt. Helaas, wij zijn ook bezweken. Helaas, wij hebben geen firewall die alles tegenhoudt. Wij zijn ook maar schapen en kippen zonder kop, omdat we geen vraag stellen. En omdat we Ahadith niet telkens vergelijken met Koran. Neem deze hadith vergelijken met de Koran. En ik garandeer je, en ik, ik, ik wet mijn leven erop. Je gaat niets vinden in de Koran wat dit ondersteunt. Dat de profeet gaat praten tegen de mens, dat hij gaat zeggen: Ik heb een andere boek dan de Koran. Mijn leven wed ik erop. En, en ieder kan deze uitdaging van mij uh, me erop aanspreken. No way dat je dat gaat vinden in de Koran. Maar het wordt hier verteld. En moslims klappen, huilen. En iedereen is spiritueel gegroeid. Door dit soort onzin duivelse. Duivense reclamespotjes, meer zijn ze niet. Het ja? is echt verschrikkelijk. Als je niet snapt waarom dit erg is, zou ik zeggen, draai de andere kant op en uh, slaap lekker verder. Dit, want dit is, dit, is, dit is wat bepaalt dat de islam nu zo achterlijk is geworden. Een geloof wat nuchter is, ontwikkeld is. Ja? En rekent af met onzin. Wij zijn nu terug naar de Bollywood, dit is het. Die praat vanuit zijn droom, die heeft een boek, de profeet. Die, en het wordt nog erger, wordt nog erger. In deze trend is ook verteld dat als de profeet vanuit zijn graf ontstaat, er bestaat zo'n hadith, als de profeet vanuit zijn graf ontstaat, heel veel moslims kennen dit soort hadith niet. Dat wordt niet besproken in de moskee. Ja, dat wordt niet besproken, want het is, het, ze schamen zich daarvoor. Maar ze bestaan, zoek ze op. De profeet komt uit zijn graf en Boghari staat op achter hem. En daar waar de profeet loopt, loopt Boghari in de voetsporen van de profeet. Dus Boeghari is synoniem voor profeet. Profeet is synoniem voor Boeghari. Zij zijn één. Ja? Dat, is, dat is de, de symboliek hiervan. Boeghari gaat dood als een soort profeet. Dat is de metafoor. Het ja? is verschrikkelijk. Moslims, verdorie wil ik bijna zeggen. Hoe lang gaan jullie nog blijven slapen, verdomme? Word toch wakker en reken af met dit soort heidens verhalen. Het is afschuwelijk, het is afschuwelijk. Is er een, een, een grote blasfemie dan dit? De profeet verschijnt aan een hadithschrijver en vertelt hem... Niet de Koran is het boek waar we op moeten focussen, maar Bukhari. Jongens, beste moslims die in coma liggen, en dat zijn er een hoop. Ja, het zijn er een hoop. Beste moslims, kom uit je coma. Uit je hadithkoma, zoals ik het noem. Want wat jullie aan het doen zijn... Is nog erger dan waar islam de katholieken onder andere van beschuldigt. De cultuur van saints, van heiligen. Die, en daarom zeg ik: wij moslims spelen met woorden. Oh, 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 die katholieken hebben heiligen. Oh, dat gaat in tegen Allah. Oh, ze hebben een paus die vertegenwoordigt God op aarde. Dat gaat in tegen Allah. Want niemand vertegenwoordigt God. God staat direct in link met een ieder. Allah zegt in de Koran: ik leef in jullie harten. Maar nee. Ondertussen, we lachen de katholieken uit, maar wij zijn nog erger dan de katholieken. Ja? Wij zijn nog erger. De profeet verschijnt in, de, in een droom aan een hadithschrijver om hem te vertellen dat hij moet geloven in het boek van Bulgarië. Weet je, het, het probleem is helaas: hier in het Westen kennen mensen het concept van campagne voeren. Ja? Dat concept kennen wij nog niet zo goed. Dat campagne voeren. Hoe voer je campagne om iemand tot president te maken? Ja? Je gaat van alles erbij halen om draagvlak te creëren. Dat is wat ze hier aan het doen zijn. Door deze hadith de wereld in te helpen, geven ze meer waarde aan Boghari, zodat veel meer moslims dat boek gaan lezen. En in plaats van de Koran gaan ze Boghari aanbidden en zijn boeken. Dat is wat deze hadith hier vertelt. Als de profeet in een droom verschijnt en hij zegt: Wanneer ga je mijn boek lezen? En dat is niet de Koran, hij bedoelt niet de Koran, zegt hadith. hij bedoelt de Boek van Bulgari letterlijk. Betekent dat Bulgari daarmee Allah vervangt. Hashalillah. Dit wetende, wat we nu weten, openlijk, gewoon zonder schaamte, openlijk, in Hadith, wordt propaganda gemaakt voor Bulgari. En hij wordt vergeleken met de Koran. En de profeet suggereert dat we nu gaan focussen op de Boek van Bulgari. En niet op de Koran tussen te eh, tussen is. Lees dan Koran, want dit gaat je chockeren. Lees dan Koran, hoofdstuk 25, begin bij vers 25. wa Dit is op Judgment Day. Allah zegt: de dag dat de, 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 de hemel openbaart ja? en de engelen zullen dalen. Op die dag is er één, één ding wat telt, en één autoriteit, en dat is autoriteit van Allah. We kennen Joma en al kafirin en het zal een moeilijke dag worden voor de Kafirien. Wie zijn de Kafirien, uh, Zij die tegen beter weten in. Tegen beter weten in, niet hebben gekozen voor Allah. Dus mensen die over Allah liegen, daar komt het op neer, zodat zij hun propaganda kunnen pushen. el kafirin, zoals uh, uh, een alim dat zo mooi zei, daar is het Engelse woord van ontstaan, cover. Bedekken. Kefirin. Cover. Kofar. Cover. Iets bedekken. Dus je weet dat het bestaat. Maar je bedekt het. Zoals Allah tegen de Joden zegt. Jullie hebben de hele Torah in twee gesplitst. De helft hebben jullie geopenbaard. De andere helft hebben jullie uh, achtergehouden. Waarom? Afijn. Dus we hebben het over Judgment Day. En er zijn mensen, dat zien wij gebeuren. Letterlijk. Als ik mijn moeder boos had gemaakt als kind, ging ze op haar hand bijten. Van frustratie. Ik was een vervelend kind. En hij die on zichzelf onrecht heeft gedaan. En Allah zegt: Wat betekent dat, zichzelf onrecht? Je had de hemel kunnen krijgen. ...en Je hebt het weggenomen van jezelf. Dat heb je te danken aan jouzelf. Omdat jij arrogant dacht. En dacht: Er bestaat geen God, ik ben mijn eigen God. En op die dag gaan deze mensen in hun handen bijten. Van, van, van de, de pijn van het realiseren van verlies. Wat ze verloren hebben, wat ze gaan krijgen. Hij zegt: "Ja, liegdeni, techtu, ja, liegdeni. niet ja, liegdeni, maar de Rasul het is heel belangrijk. Je gaat zo snappen waarom ik deze vers eruit haal. En ze gaan zeggen: "Was ik maar, had ik maar de, de Profeet gevolgd, techtu maar de Rasul niet de Profeet gevolgd." Had ik maar de weg bewandeld die de profeet had bewandeld. Want het wordt verkeerd vertaald hier. Oh, was de profeet maar mijn vriend. Nee. Sebil betekent een weg. Had ik maar de weg bewandeld die de profeet had bewandeld. En Allah zegt hier niet: profeet Mohammed. Dus hiermee elk elke natie in elke tijd ja, hadden de profeet moeten volgen. Inclusief Jezus, wat de Joden niet willen doen. En dat wordt ze kwalijk genomen. Dus inclusief Jezus, de mensen die de tijd van Jezus hebben geleefd. En en. Ja. Maar daar gaat het allemaal niet om. Onthoud de hadith die ik net met jullie gedeeld heb en dan dit. En dan besef je de shock. Dus zegt Allah: Wat gaan deze mensen nog zeggen? Judgment day. Had ik maar de weg gevolgd van de profeet. En had ik maar niet Jan en alle man gevolgd. Fulain is een term in het Arabisch. Als je over iemand praat, in het algemeen doet het niet toe ja, ja, Fulen had ik die en die maar niet gevolgd, want er zijn er zijn zoveel valse profeten die mensen leiden, ook in onze tijd, mensen die vertellen dat ze jou kunnen vertellen hoe het leven in elkaar steekt en en ja, dus zoveel, dus Allah somt ze op bij elkaar door ze naar ze te verwijzen, min of meer als Jan en Aleman had ik Jan en Aleman niet gevolgd, had ik maar de weg van de profeet bewandeld, en niet die van Foulain van die en die laqad adallani ane wikker. Door hen heb ik me niet meer gefocust op het boek van Allah. Baad ja, Idjeheni, nadat ik het had. Nadat ik het had het, het had. het was op de wereld, ik had het kunnen bestuderen. Ja, en Satan was altijd bestemd om de mens te misleiden. Dat, dat, is, dat, dat is niet wat Allah zegt, dat is, dat is wat Satan tegen Allah zei. Ik, ik, ik slaap niet, ik eet niet voordat ik mensen misleid. Dus het is mijn core business. Dit is wat Satan wil. Want hij is boos dat hij uit de hemel is verbannen. Want hij, hij vond zichzelf heel wat. Dat verhaal. En dan op die dag, op die dag, wat zegt de profeet? Ja? Hier, Hadith vertelt jullie dat de profeet zegt. Lees het boek van Bukhari. Hier herken je de duivels aan. En dit is Allah die praat. Want Allah weet wat er gaat komen. Daarom zeg ik altijd. Het is maar goed dat er geen boek is na Koran, want dan hadden wij als moslims een groot probleem. Dan had Allah ons allemaal ontmaskerd voor hypocriete huigelaars, misleiders, oenen, kippen zonder koppen dat we zijn. Ja? Gelukkig, goddank, wat dat betreft is er nog geen boek, maar dat wil niet zeggen dat we die mogelijkheid er niet in kunnen houden. Dat we net zo misleiden en dat is iets anders. Moet je horen wat Allah zegt, vers 25, hoofdstuk 25 vers 30. Wa kalarasool, ya rabbi, inna komi tagadu hela Quran en Allah, mijn volk, hebben de Koran verlaten. En we vragen ons af, waarom de profeet dit gaat zeggen. Dus dit is op Judgment Day. De profeet praat tegen Allah. En hij zegt, oh mijn God, oh Allah. Mijn mensen hebben. Je leest hier bijna een soort shock. Wa kalarasool, ya rabbi, inna komi tagadu hela Quran en Oh mijn God, oh Allah. De mensen hebben de Koran verlaten. Mijn mensen, Kauumi, mijn mensen, moslims. Ze hebben niets gedaan met de Koran. Ja? Ze hebben de Koran volledig genegeerd. Wat betekent Majoor? Dat kennen moslims van de hijra, de Exodus. Je en als je de hijra doet, als je de Exodus doet, verlaat je de ene land volledig en je gaat naar een ander land. Dat wij hier de hijra hebben gedaan van de Koran, betekent we hebben de Koran volledig verlaten. Maar een exodus, dat doe je van A naar B. De hijra doe je van A naar B. De, de Joden hebben de exodus gedaan van uh, Egypte naar Jeruzalem. De profeet heeft de hijzra gedaan van Mekka Medi naar Medina. De moslims hebben de hijzra gedaan van Koran naar Boghari. Daar heb je hem. Onderstrepen. Ja? De hijzra van A naar B... Ze hebben de hijra gedaan van Koran naar Bukhari. Dit zijn niet mijn woorden, dit is jullie hadith, jullie. Jullie die hadith aanhangen, kippen zonder kop die hadith aanhangen. Kijk maar wat je je voorstelt met 25 vers 30. Ja? En Allah zegt, en waarom is dit gebeurd? Ieder profeet heeft een, een vijand. مِنَ al وَكَفَى Dus ieder profeet heeft vijanden. Wat bedoelt Allah hiermee? Tegen ieder profeet gaan verhalen komen. Corrupte verhalen, misleidingen, mensen die zijn legacy willen uh, smudgen, willen kapot maken, willen liegen. Willen... Dat vinden wij ook in de Koran over Mozes. Allah zegt, ik heb Mozes gezuiverd van al die leugens die over hem zijn verteld. En hoe heeft hij dat gezuiverd? In de Koran. Daar waar de joden van alles over hem vertellen, verschrikkelijk over hem, Salomon en en en, geen, geen profeet is ontkomen aan de wreedheid, die Joden en Christen aan hun hangen. Maar ze zijn wel de, de profeten van God. De logica van Likmefesje. En Allah zegt in de Koran, ik heb ze gezuiverd van al die leugens. Deze hadith van de profeet heeft gezegd, is nog zo'n leugen. Die classificeer ik als zo'n leugen. Dus dit is waar we voor moeten oppassen. Hetgene waar Allah ons voor waarschuwt in hoofdstuk 25, begin bij vers 25. Ja? En het zijn deze mensen, en de, 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 elders in de Koran lezen wij, dat als de mensen de hel ingaan, dan gaan ze vechten onderling in hel. Want uh, de, 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 de mensen die misleid zijn gaan vechten tegen andere mensen. En Hadith-vertalers en Koran-vertalers vertellen jullie dat dit idols zijn: mensen die poppen aanbidden. Dat is niet wat de Koran vertelt in het Arabisch. Alle heeft het over mensen. Want ze gaan terugpraten. En poppen praten niet terug. Alle zegt: Dit zijn mensen in hel. Die met elkaar gaan vechten. Door jou zit ik in hel. De, onderling. Dit zijn mensen. Uiteindelijk zullen mensen elkaar naar hel leiden. Ja? Daar hoeft Satan blijkbaar niet eens wat voor te doen. Waarom? Omdat we niet nadenken. En omdat we Koran niet blijven toetsen aan wat we lezen. Nou, snap je waarom Alle zegt: Koran, je al. Kor Als jullie de Koran horen, aandacht erbij. Waarom Allah zegt dat de barokor Koran, denk na over de Koran. Waarom Allah zegt uh, 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 de Koran is niet krom is Ik ben even de vers vergeten. Koran is niet krom is niet tegenstrijdig. Waarom? Allah geeft ons filters zodat je weet wat klopt wat klopt niet. En dat kan je alleen maar weten als je Koran als constant filter gebruikt, als zeef. Ja? doordat je Koran bestudeert en telkens alles doet aan Koran, weet je wat troep is. En wat van Allah komt. En deze hadith dat de profeet vanuit de namas praat. Daar, daar wed ik mijn leven op. Is troep. Dit kan nooit de profeet hebben gezegd. Dat kan nooit. Dat hij zegt mijn boek. En ook de term mijn boek. Boegharisch boek. Geschreven 300 zowat na zijn dood. Dat is zijn boek. En de Koran. Dus de profeet is hier niet eens een pleidooi aan het doen voor de Koran. Maar voor Boegari. Vervolgens vinden wij in de Koran wat ik net voorgelezen heb. Dat de profeet. Bij God gaat zeggen: Moslims hebben de Koran verlaten. Moet Allah het voor jullie borduren? Wat, wat verwachten jullie? Is dit niet genoeg? Dit is heel basic Arabisch. Iedereen kan het lezen, vertalen en, en snappen. Basic Arabisch, deze vers. Wat, wat verwachten jullie? Moet Allah rooksignalen sturen? Wat moet borduren? Wat, wat verwachten jullie? Hoe duidelijk moet het nog zijn? Blijf weg bij hadith, blijf weg bij mensen. En deze demonen die jullie vertellen, dat zelfs hadith clashed. Hij vertelt jullie dat de profeet zei. ...schrijf niets over mij behalve Koran. De profeet zal gezegd hebben... ...ook in Hadith... ...schrijf niets over mij behalve Koran. En hier is de pro dezelfde profeet... ...die zichzelf tegenspreekt en die zegt... ...weet je wat, schrijf een hele boek over mij. Boeken, Boegarië heeft boeken, boeken. Ja, daar kun je een heel land mee vullen. Dus de, de profeet ging van... ...schrijf niets over mij behalve Koran... ...naar lees Boegariërs boeken. In alle valiums. Alle en die lopen in de, de tienen... Afschuwelijk. Waarom? Omdat wij moslims niet durven nadenken en wij zijn vergeten om Koran te gebruiken als filter. Ja, zoals je computer beschermd is firewall, tegen virussen, zo is jouw hoofd beschermd door Koran tegen onzin en heidensverhalen. Ja, laat Koran jouw filter zijn. Laat Koran jouw virusscanner zijn. En je, je zal altijd de virussen eruit halen. Ja. En voor mijn part, heel Hadith is een virus. Is een aanval op jouw systeem. Die moet altijd tegengehouden worden. Doordat je Koran kent. Zoiets hebben trouwens de christen ook in hun Bijbel. Matthäus 7, vers 21. We lezen: Not everyone who says to be Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Niet iedereen die tegen me zegt: Heer, Heer, zal de hemel betreden. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Alleen hij, en dit is zo mooi. Dus Jezus zegt tegen de christenen, niet de, mijn, niet mensen die doen wat ik wil als Jezus, maar wat God wil. Dus Jezus zet zich onder God, heel duidelijk. Maar prima, het is een heel ander verhaal. Je komt er niet uit met christenen. But only one, alleen hij die doet wat God wil. En ze noemen hem zijn vader. Maar dus in ieder geval God, niet Jezus. Wat Jezus wil, want Jezus was maar een profeet, maar wat God wil. Many will say to me on that day. Dus dit lees je in de christelijke Bijbel, hein? Matthäus, voor de christenen, voor de mensen die het niet weten. Jezus zal tegen de christenen zeggen wat de profeet tegen de moslims zal zeggen. In 2530, in, in de Koran is het 2530. Hier is het in Matthäus vers 22. De profeet zegt tegen de moslims bij God, jullie hebben de Koran niet Dit is wat Jezus zegt in de Bijbel tegen de christenen. Many will say to me on that day. Op, het, op Judgment Day, Jezus zegt op die dag, gaan heel veel christenen tegen mij zeggen, on that day, Judgment is altijd that day, zoals Allah het ook noemt, het uur en, en verschillende namen. Many will say to me on that day, Lord, Lord. Veel zeggen, zullen tegen hem zeggen, Heer, Heer, did we not prophesy in your name? Hebben wij niet zaken voorspeld? Want dat zeggen christenen, die, die hebben al honderd keer voorspeld wanneer het einde van de wereld is. En ga zo door, een van de zaken. Altijd fout, never happened. Nog steeds niet. Did we not prophecy in your name? Maar ze bedoelen ook van alles. Dan gaat dit, dan gaat dat, the, 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 the judgment day, en, Dus het is een heel breed containerbegrip. Hebben wij niet in uw naam voorspeld wat er gaat komen? Did we not prophecy in your name? And in your name drive out demons. En in uw naam hebben wij uh, 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 demonen uit mensen verdreven. Dus de exorcism. Want ze zeggen dat uh, Jezus dat gedaan heeft in zijn tijd. Demons uh, verdreven. Lord, Lord, we doen we in your name. And in your name drive out demons. And in your name perform many miracles. En in uw naam, in de naam van Jezus, hebben wij heel veel wonderen verricht. En dit zijn christenen die dat gaan zeggen tegen hun God. Op het Judgment Day. En dat staat in de Bijbel. Dat is crazy. En ze hadden gedacht dat God ze bonbons gaat geven. Jullie hebben het goed gedaan. Lord, Lord, in uw naam. Uh, demons, prophecies, miracles, allemaal in uw naam. Ja? En wat gaat Jezus tegen ze zeggen in de Bijbel, Matthäus 23. Then I will tell them plainly. Jezus gaat zegt tegen waarschuw de christenen. Zonder schaamte ga ik jullie vertellen. Wat gaat ze vertellen? Kom in mijn armen, mijn kinderen, mijn liefdes, mijn schatjes. Jullie hebben het allemaal goed gedaan. Wat gaat hij zeggen? Niets daarvan. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. Oh my God. Jezus gaat tegen christenen zeggen: Ga weg. Ik kan het niet eens aanstaan om jullie aan te kijken. It's too much for me. Ja, ik, ik, ik walg ervan om naar jullie te kijken. I will tell them plainly, zonder schaamte. I never knew you. Away from me. Ga weg, ga weg, man. Ga alsjeblieft weg uit mijn gezichtsveld. Ik, wil, ik kan jullie niet eens, Alleen het aanzicht van jullie gezicht kan ik niet eens verdragen. You evil do doers. Ja, jullie kwade stichters. Dit zijn christenen. Dit is als je een beeld hebt van een christen. die de zondag misdoet, bidt, doet van alles. Jezus voor, Jezus na. Heeft tien kruizen hangen in alle kamers van zijn huis. Dit is, dat je zou denken, dat is die Christen. Die perfect volmaakt Christen. En wat zegt Jezus? Ik ga ze wegjagen. Ik wil ze niet eens zien. Want, dit zijn, want ze zeggen: Lord, Lord, in, in your name. Dit zijn christenen die, die Jezus aanbidden. Dit is, dat is crazy daarvan. Wil je weten wat ik hierover te zeggen heb? Hoe ik deze vers vertaal? Ja, is. Bind hem vast aan de vers die wij hebben in de Koran, waarin Allah tegen Jezus gaat zeggen: Heb jij tegen de christenen gezegd dat ze jou en je moeder moeten aanbidden? Waarop Jezus zou zeggen: Dat lees je in de Koran. Dan zegt Jezus tegen Allah: Hoe kan ik zoiets zeggen? Want ik ben een profeet en ik ben maar een mens. Als ik het gezegd zou hebben, had u het geweten. Het is een rhetorische vraag, ja? Dus Allah doet met u wat ze wil. Maar als u ze vergeeft. Dus Jezus wel, is toch, want Jezus was lief. Dus hij wil ze toch nog af uh, de hoek krijgen. Hij en hij gaat tegen Allah zeggen: Weet je, u bent de barmhartige. Hij gaat appealen naar het genade van Allah. Als u ze vergeeft, u bent de barmhartige. De, 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 de wijze God, zeg maar. Ik ben even de exacte vers vergeten uit mijn hoofd. Neem me niet kwalijk. Want dat doet er niet toe. Ik had hem ook niet klaargezet voor dit. Maar maak de link met dat vers. Waarin Jezus met Allah gaat praten om te pleiten voor de christenen. Waarom? Omdat ze de verkeerde, hebben aange... de verkeerde God hebben gekozen. Jezus hadden ze nooit moeten aanbidden als God. Vind je ook in de Bijbel. Christenen lezen dit, elke zondag in de kerk, maar ze doen er niks mee. Jezus die ze wegjaagt. Away, evil doers. Niet alleen jaagt hij ze weg, maar hij noemt ze ook kwade stichters. Hij vergelijkt ze met evil, met demonen. Waarom? Omdat ze iets hebben gedaan wat heel erg is. En in mijn optiek is dat ook wat de profeet... Min of meer vertelt in een zachte uitdrukking. dat wij moslims de Koran hebben verlaten. Dus wat zei, als de profeet zegt: jullie hebben de Koran verlaten. wat hebben we dan gepraktiseerd? Ja? De misleidingen van demonen. Daar komt het op neer. Dat vind je in de Torah, dat vind je in de Bijbel. Matthäus 7, vers 21, begin daar. En het gekke is: dat noemen de christenen ook de waar en de valse disciples-apostelen. Zij hebben, zij, hebben, zij hebben Paul. Paul die Jezus nooit heeft gezien, maar hij heeft wel het christelijk geloof 99% gevormd. En dat is wat je vindt in de Koran 25, vers 30. Ja? Wij hebben de Koran verlaten. We zijn de valse apostelen gaan volgen. De Sahaba, de Sahaba, de Sahaba. Dit is het. En dan zeggen de, de moslims van vandaag de dag: als de, de Sahaba's de Koran hebben corrupeerd, dan hadden de moslims dat nooit geaccepteerd. Wat denk. Hoe denk je dat Omar is doodgegaan? Die is niet in zijn slaap doodgegaan, die is vermoord. Hoe denk je dat Othman aan het einde kwam? Die is niet in zijn slaap doodgegaan, die is vermoord. Ja? Bekijken door deze bril, dan krijgt hun moord krijgt een heel andere betekenis opeen. Wordt een heel ander verhaal. Ja? Ze zijn vermoord omdat de moslims van toen het blijkbaar, en alle weet het beste, het niet konden hebben dat zo'n Khalifa met de woorden van Allah aan het spelen was. En dat deden ze openlijk. Denk dan aan het verhaal wat ik je verteld heb over Zedben Thabit die tegen Abu Bakr en Omar zei... hoe kun je zoiets doen? Dat heeft de profeet nooit gedaan. En dan opeens wordt het verhaal helder. Dan opeens wordt de puzzel helder. Neem dit allemaal bij elkaar. Alles bij elkaar. En dan achter je oren krabben en dan de vraag stellen... Waren deze galiefas echt moslims zoals wij denken dat ze moslims waren? Of hadden ze een andere agenda? En dat er achtelijke moslims zijn, vanochtend nog, die mij de vraag stellen: Geloof je niet in hadith? Hoe kan je bidden dan? Je? Wat, wat moet je met dit soort, met, met soort pompoenhoofden? Ik, ik zal niet zeggen mensen met geen hersen, leger. Wat, wat leeft er nog in je hoofd? Ik snap het niet. Ik voel me een heel ander moslims dan dit soort mensen. Eerlijk waar. Ik, ik, het is, het is een, voor mij is dat een heel ander ras islam. Een heel andere manier van geloof in islam in de Koran. Allah is niet bovenaan. Allah is een van de. Ja. Dus het is voor mij, dit soort moslims die in hadith geloven, is voor mij echt een heel andere ras islamisch. Het is voor mij alien. Het had net zo goed mensen kunnen komen van Mars, die mij vertellen dat, dat ze een plant aanbieden op Mars. Dat is heel anders. Allah staat bovenaan hij is de koning. Koran is zijn woord, dat is wat we doen. En als je als moslim vindt dat Allah niet bovenaan staat, maar Omar dicteert aan Allah en de profeet vertelt in de, in de droom dat je niet Koran moet volgen met het boek van Bukhari, voor mij ben je een alien, een buitenaards wezen moslim. Ik snap jouw islam niet, zal ik nooit snappen. En wij zullen nooit op dezelfde pagina zitten. Nooit. En we kunnen nooit op één golflengte zitten. Nooit, nooit, nooit. Dus ik distancieer me van hadith en ik distancieer me van hadith-moslims, moslims Muslims die hadith aanhangen. Jullie hebben een heel ander islam. Een heel ander beeld van Allah. Een heel ander beeld van islam. Koran teelt niet voor jullie mee. Koran is alleen maar om mee te bidden en voor de rest doen jullie er niets mee. Geen moer. En voor mij is dat een buitenaards concept. Ik kan het niet snappen. Ik zal jullie nooit snappen. En, anders, en nou snap ik waarom jullie mij niet snappen. Dat is amazing. Het, het, hetzelfde als wat christenen zeggen over Jezus. Hij is God, maar hij is doodgegaan voor drie dagen. Amazing. God wordt doodgemaakt door de mens, door zijn eigen creatie. Het is amazing. Mijn hoofd kan ik er nooit omheen rappen. Ik zal het nooit kunnen snappen. Hoe je, dat, hoe je dat denkt van je God. Jouw God. Die vernederd is door de straten van Jeruzalem. Naakt. Want hij moet de, de heuvel op. Hij mag niet in uh, Jeruzalem. Vernederd tussen al die mensen die langs de weg staan. Vervolgens door Romeinen, heidenen. Die hem gaan nagelen. Naakt. En... It's amazing, en Dat is jouw God en hij gaat dood voor drie dagen, maar hij is wel de heerser van het universum. Wie heeft het universum beheerd die drie dagen? Dat is amazing. Datzelfde amazingness wat ik heb voor dit punt binnen het christelijk geloof, heb ik voor mijn mede-moslims die in hadith geloven. Het is amazing. Het is, het is echt, het is, je hebt het idee dat je in, in, tussen de gekken zit, in een asylum tussen de gekken. En je bent de enige die daar nog uh, uh, gezond is, enigszins. Het is amazing. amazing, ik kan dat niet snappen. Alma dicteert aan alle en moslims klappen. Bo Boghari's boek is belangrijker dan de Koran en moslims klappen. It's amazing. It's amazing. is echt mind-boggling. It's amazing. Ik heb er geen ander woord voor. Dat zijn de, dat zijn de moslims, hadith-moslims die ons uitmaken voor Koranisten. Ze noemen ons de afvalligen. It's amazing. It's echt uh, amazing is het juiste woord. Ik, ik, ben, ik, ik blokkeer. Ik, ik snap het niet. Ik snap het niet. Dus. En ik blijf erbij vertellen, dit is mijn gevoel, en Allah weet de waarheid. Het, het, feit, het feit dat we nu kunnen hebben achterhalen dat eenzelfde vers uit de Koran gebruikt is in de campagne van Abu Bakr, van Omar en van Othman, dat zij alle drie claimen dat ze dat gevonden hebben onder hun regime, dan zijn we er toch jongens? Dit is fake, dit is niet echt. De Koran is nooit opnieuw gebundeld. Wat ze doen is Koran gebruiken, van hé, hey, het is opnieuw gebundeld. Onder hun regime als campagne. Ja, want in die tijd, Ghalifa, wat is kalifa? Ghalifa betekent, um, je gaat de moslims naar de profeet, ben jij eigenlijk de profeet, min of meer? Jij gaat de moslims leiden zoals de profeet dat gedaan had. En wat is de profeet? De profeet is een mens die uitgekozen wordt om een boek aan de, aan de mens te geven. Dus deze die hebben hier zwaar op, ingesteld, op ingespeeld. En die wilden de moslims doen geloven. dat zij ze opnieuw de Koran geven. Als een soort. Als een soort ze hebben dat te letterlijk genomen, deze, deze achterlijke die de, deze verhaal hebben geschreven. Kijk eens, hij brengt jullie opnieuw de Koran. Ha. Ze hebben allemaal geleefd met elkaar. Omar, Abu Bakr en Othman hebben geleefd met elkaar. Het is niet dat er honderd jaar overheen ging. In die korte tijd voordat ze vermoord werden, want ze zijn alle drie vermoord. Hebben ze alle drie Kora's uitgevonden, gebundeld? Het is amazing. En moslims, omdat we geleerd worden dat we schapen zijn, grazen, niet vragen, niemand die hier vragen over stelt. Het is amazing. Gewoon door grazen schapen, meer zijn we niet voor deze hadithschrijvers. Het is een belediging voor je intelligentie. En ze kiezen alle drie dezelfde vers. Ja? Ze kiezen alle drie dezelfde vers. Waarom? Omdat ze. ...happerig zijn op van die vers moet het zijn, want dat heeft gewerkt bij de ander, dus ik moet het ook hebben. En waar gaat die vers over? Allah wijst aan dat de profeet vanuit het midden van de Arabieren komt. Alsof ze daarmee willen zeggen, en wij komen ook vanuit jullie midden... ...en dus moeten jullie ons accepteren en aanvaarden als de volgende kalifa. Het is, het, is, het is een soort motto geworden, het is een soort national anthem geworden, nationaal lied geworden... Die vers moeten wij hebben. Elk khalifa moet nou net van al die versen die in de Koran zijn, laat nou net die vers zijn die telkens verdwaalt en het wordt opnieuw uitgevonden. Het is amazing. En, en wij achterlijke moslims geloven hierin, in dit soort hadith. Waar ik in geloof is dat de Koran nooit gebundeld is door deze mensen. Koran was gebundeld, achtergelaten door de profeet. Vooral ook omdat Allah naar de Koran altijd heeft gewezen als, als boek. In dit boek. Ja? Het boek. Allah noemde de Koran het boek. Dus het is altijd de bedoeling geweest dat het een boek wordt. Voordat de profeet doodgaat. Moet het een boek, want als boek wordt het doorgegeven. En nogmaals, wij vinden in de Koran genoeg aanwijzingen. Dat Allah de profeten altijd, dat de profeten altijd een boek achterlaten. En kijk naar het voorbeeld van Mozes. Terwijl Mozes leeft zijn de woorden van Allah opgeschreven op de tabletten van Mozes. Dit is een metafoor voor hoe wij de profeten altijd moeten zien. Ze laten altijd de boodschap van Allah achter in een fysieke vorm. Kan niet anders. Ze laten een fysiek boek achter, een fysiek boodschap achter bedoel, het, het, het is 1 plus 1 is 2. Ik bedoel, dit is geen rocket science. Ik ben hier niet aan het imponeren met iets hoogstaatje, hoogwaardig staaltje uh, Koranonderzoek. Allen noemt het een boek en dus moet het een boek zijn geweest in de tijd van de profeet. Heidel-Kitab, dit boek. Hij zegt niet deze openbaring. Allen zegt openbaring, maar hij zegt ook dit boek. Ja, zat keren dat hij verwijst naar de Koran als boek. Ja. En het zou geschreven worden in het leven van de profeet. Want Allah zegt, al zou ik hem neerdoen dalen als boek, kant en klaar, zouden jullie hem niet geloven en dan is het niet genoeg. Ja, fikirta zegt alleen in Koran. Al zou ik hem openbaren aan jullie, kant en klaar, daar zullen altijd mensen zijn die het of niet goed vinden, of een truc, of daar is dit, of ze willen engelen zien, of, of daar is altijd meer, meer, meer. Ja? Dus je krijgt het niet, je krijgt het als een openbaring. En de profeet zal het opschrijven. En, en Allah gaat de profeet niet de eerste openbaring geven: van Ikra, leer als hij er voor de rest niks mee doet. Dit is de, de eerste openbaring is dat de profeet moet leren lezen. Ikra, zei Allah tegen hem. Dat is het eerste wat hij zei. Eerst wat hij ooit heeft gehoord: lees. En vervolgens blijft hij analfabeet. Het is dat, dat moslims die hadith geloven, dit gewoon slikken. Zonder nadenken. Maar wacht even. Waarom heeft Allah de profeet kennis gegeven? Waarom heeft hij het woord ikra? Lees. Voorlezen uit een boek. Dit is niet ikra filosofie die dag. Ikra. En Allah zegt: en de pen. Met de pen gaan jullie veel leren. Wat, wil je, wat moet Allah nog doen? Moet het voor jullie borduren? Met bloemetjes en wat moet hij nog doen? Ja? Ikra. Lees. Een pen. Met een pen gaat de mens veel lezen. Gaat, gaat de mens ontwikkelen. Kennis. Wat je opschrijft met de pen. Wat, wat moet Allah nog meer vertellen? Wat moet Hij nog meer vertellen? Verschrikkelijk. Of gaan we doen wat de joden deden toen ze gevraagd werden om de koe te slachten? Welke koe? Waar is het? Welke kleur? Is het oud? Is het jong? Geeft het nog melk? Dat is hetzelfde wat we doen met het gebed in Koran. Allah zegt: Bid tot mij. Hoe moet ik bidden? Waar moet ik bidden? Hoe vaak moet ik bidden? Hoeveel lekker ik... Bid is bid. Bid tot Allah. Maak contact met Allah. En dan zijn er mensen die zeggen, het staat niet in de Koran. Hoe moet ik bidden? hoe vaak? dan staat het er niet. Dat betekent dat Allah daarin zegt, het is aan een ieder om te bidden zoals hij dat vindt. Als je maar tot mij bidt. Dat is in principe wat we doen, wat de Joden hebben gedaan. Slacht een koe. Welk koe? Waarom? Hoe vaak? Waar staat het? Welke kleur? Is het oud? Dat is wat we doen. Ja? En Mozes was geïrriteerd. En Allah zegt in de Koran, en deze Joden. Het is, bijna hadden ze het niet gedaan. Bijna had ze het niet gedaan, want ze bracht een peloton aanvragen. Daar waar Allah zegt: Ik probeer het makkelijk te maken, ja, wilden zij gecompliceerd. Waar hoe? Nee, slachting. Bid, zegt Allah, bid. Jullie zijn eruit dat dat het is. Gebed, salah, salli. Ja, bid. Bid tot Allah op jouw manier. Dat betekent dat Allah daarin zegt: Bid op jouw manier. Hij vertelt ons in de Koran dat de, dat de profeet de sujood deed met zijn mensen. Toen hij ze aan het leren was. Hoe die... Dus dat staat er wel degelijk. Maar jullie zijn blind. Ja? Toen ze aan het vluchten waren. Lezen wij in de Koran: kwam een groep mensen die hebben de sejoet gedaan. Dus die doet één beweging tot aan de grond. En de profeet zegt: omwille van het gevaar, kunnen we niet uitgebreid bidden. Ging de groep naar achter om, om de wacht te houden. En een nieuwe groep kwam. En weer hebben ze de sejoet gedaan. Met je hoofd naar de grond. Wat moet Allah nog meer geven? Ja, wat we nu doen is brutaliteit, we zijn brutaal bezig. Nee, Allah heeft nog niet genoeg verteld. Nee, want hij moet ook ons vertellen, moeten wij bidden op een sajjada, moet die sajjada groen of blauw zijn, moet het uh, telelentijntjes hebben, bloemetjes, motief, of moet het simpel zijn, of moet het van zijde, of moet het van wol. Dat is het volgende wat we hadden kunnen vragen aan Allah. Waar moeten we bidden? Moet de moskee geverfd zijn, of kaal, mag het van hout, of... Stop met vragen wat Joden hebben gedaan aan Allah. Als Allah zegt doe dit, doe dit. Betekent eigen invulling. En niet waarom, hoe wat, waar, hoe vaak hoe we. Oh, het staat niet in de Koran. Maar wij, wij vinden dat het in de Koran had moeten staan. Maar het staat niet in de Koran, dus we rennen naar Bulgarië en zijn vriendjes. Want vraag een aanbod. Wij hebben een vraag en Bulgarië biedt ons aan wat we willen. Dus het werkt net als de markt. Mensen willen deze week veel meer mandarijnen, dus dan zal de groenteboer veel meer mandarijnen hebben in zijn winkel. Iedereen, zo werkt het niet met Allah. Allah bepaalt wat hij openbaart. Ja? En niet wij bepalen. En dus staat niet in de Koran, betekent het is geen onderdeel van islam. Simpel. Neem stenigen, het, 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 het doodstenigen van iemand. Staat niet in de Koran. Hadith vertelt jullie dat het bij de Koran, bij de islam hoort, ook al een hadith is Hadith brutaal. En hij vertelt de moslims die in hadith geloven, Stenige hoort bij islam, zelfs als het niet in de Koran staat. Dus ze erkennen dat Stenige niet in de Koran maar ze zeggen, maar daar is Hadith voor. Ja? Dus Stenige, letterlijk, als je dat opzoekt in de Hadith, letterlijk, de brutaliteit tegen Allah. Stenige staat niet in de Koran en toch zullen moslims het doen. Het It's amazing. is amazing. Dit is een heel gevaarlijke weg die moslims zijn gaan wandelen. Stenigen staat bij de joden in de Torah. Heeft niets te maken met islam. Joden kunnen elkaar stenigen. Ja, dat is in hun Torah. Koran is een ander verhaal. Koran komt stenigen niet voor. Net als besnijdenis. Joden kunnen elkaar besnijden. Koran praat niet over besnijdenis. En zo zijn er heel veel zaken, wat wij noemen de Israëliët. Ja, infecties vanuit het jodendom. Is overgewaaid naar islam. En het is niet zo gek, want Saudi-Arabië, wat we nu noemen Saudi-Arabië, had vroeger in het zuiden ontiegelijk veel Joden. Langs het zuiden en dan zo langs de lijn omhoog, aan de kant van Egypte. Heel veel Joden, sterke Joden-stammen die daar leefden. En christenen, want die waren gevlucht. Ze waren gevlucht in de tijd van Rome, van, van, van. Dus waar gingen ze vluchten? Naar het zuiden van, van Saudi-Arabië. Dat is geschiedenis, dat is niet mijn verhaal. Dat is geschiedenis voor de mensen die geen geschiedenis kennen. Dus Saudi-Arabië was zowat voor een kwart joods en christen. Dus het is niet gek dat ze de boel hebben kunnen beïnvloeden. Maar voor sommige mensen die zien Saudi-Arabië als islam en moslims, ja, nu, sinds de profeet daar is, sinds islam daar is. Maar vroeger waren er de heidenen, de joden, de christenen. Sterker nog, zelfs Hadith vertelt jullie dat toen de profeet naar Yathrib ging. Waren er alleen maar christenen en joden. Dus, jouw islam is jouw islam. En jouw islam wordt bepaald door wat in de Koran staat. Juist om te voorkomen dat we niet anderen gaan nadoen. En hadith is daar heel brutaal in naar Allah. Het staat niet in de Koran, maar je moet het toch doen. Het hoort toch bij Koran. Het hoort toch bij islam. Is amazing. Is amazing. En wij stellen daar geen vragen over. Verschrikkelijk. Af, Laten we het verder gaan en dan sluit ik het af. Inshallah. Laten we verder gaan met het hoofdstuk Othman. Dus Othman vindt ook dezelfde vers. Het wordt, nu, het wordt nu echt boring. Ik kan me voorstellen dat mensen nu boord zijn met wat ik vertel. Maar ik kan er niks anders van maken. Dit is helaas de geschiedenis. We zijn de geschiedenis van Koran aan het bespreken. Wat Abu Bakr heeft gedaan, moet ik weer terug vertellen bij Omar. Moet ik weer vertellen bij Othman. Want Hadith vertelt jullie dat het allemaal hetzelfde is. Ze hebben allemaal hetzelfde gedaan. En de vraag is waarom, hoe vaak, hoeveel Korans hebben we nodig en hoe vaak moet de Koran gebundeld worden? Schrikkelijk. We waren gebleven bij de twee, de twee versen die we hebben uit de Koran. De vers van Abdullah bin Mas'ud en Abi Musa. En alleen deze namen al, deze Joodse namen, Abi Musa en... en en uh, wat is, we hebben ook Israël, dat je denkt: wie zijn deze? Wie zijn deze mensen? Waren ze ooit bekeerd tot islam of zijn het altijd stiekem Joden geweest? En ik heb jullie verteld over dat onderzoek van die jood die dat gepubliceerd heeft op het internet. Ik ben helaas de link vergeten, ik kan mezelf wurgen. Waarin hij zegt: dat klopt, wij Joden hebben daar werk van gemaakt om moslims te misleiden. En christenen. Waarom? Omdat het woord van uh, God komt ons alleen toe. En niemand anders mag God vinden. Het is amazing wat Joden allemaal toegeven. Het is amazing. Zoek het op jongens. Misschien dat jullie het vinden. Ik heb geprobeerd ik heb te googlen. Ik kan die woorden. Ik weet niet meer hoe zijn naam was. Ik heb het niet meer kunnen vinden. Ik kan echt mezelf door mijn kop schieten. Maar, maar je vindt het vast. Als zo'n Joden het publiceert op, op, op internet. dan zijn ze daar heel brutaal in. Je vindt het vast in een of andere boek. En Voor de mensen die het hebben gevonden. deel het alsjeblieft met mij. Ik, ik vind het belangrijk dat ik dat weer heb. Dus mocht jullie het vinden, deel het alsjeblieft met mij. Waarin ze zeggen: Ja, dat klopt, we hebben moslims proberen te misleiden. Want ze mogen niet dezelfde God hebben die wij hebben. Want God is alleen voor de Joden. En, het moet, en, het, en ze zien het als hun taak. Ze zeggen: Het is ons taak van God om een ieder ander te misleiden om God niet te vinden. Want alleen wij hebben recht op Allen. Precies wat we leren in de Koran, waar Allah ons waarschuwt bij Joden. Dat zeggen ze. Voor mij was het shocking. Voor mij was het alsof, alsof de Koran opeens begon te praten. Voor mij. Dingen die ik in de Koran vond. En ik moet jullie ook zeggen, vroeger als kind nog, vond ik ze hard. Dat ik denk, oh jee, mensen gaan ons haten. Ze gaan dit in de Koran vinden en denken dat het antisemitisch is. En nu ben ik er trots op, want het is bewijs dat Koran van Allah komt. Want het, het, hier zijn Joden die dat nu zeggen, dat klopt. Wij hebben inderdaad in die tijd vroeger. Hebben wij van onze sages, ze noemen het de sages, hebben wij doorgekregen dat we inderdaad moslims uh, hebben misleid? We wilden ze graag misleiden, want ze mogen niet God vinden. Ze ze kunnen... En Allah, wat vertelt alleen ons in de Koran? Ze zijn jaloers op jullie, dat jullie ook een boek hebben gekregen. En wat zeggen Joden zelf? Wij zijn jaloers en we kunnen het niet hebben dat jullie ook een boek van God hebben. Koran vertelt ons precies wat Joden zeggen uit hun mond. Alleen omdat het in de Koran staat, is het nu antisemiet. Antioot. Maar zij zeggen het zelf. Als zij, dus iets wat ze erkennen, is toch een feit? Ja? Als ik tegen je zeg: ik ben 1,70 meter, 70, dan is dat wat ik zeg. Als een ander over mij zegt: van, hé, hey, die is 1,70 meter, 70, dan kan ik toch niet zeggen: je beledigt mij. Ik, ik zelf zeg toch van: ja, dat klopt. Ik ben, ik, ik snap het niet. Dus logica, ik, ik word ziek van logica wat niet klopt. Antisemiet. Maar jullie zelf zeggen het. Het is amazing. Het is echt amazing. Maar ja. Af en dus de tijd van oud Paniek, paniek, moslims aan het vechten met elkaar, want er waren twee verschillende Korans, minstens in Irak. De een stond, Wa de ander stond, Wa oftewel, maak de pilgrim naar Kaaba of maak de pilgrim voor Allah. Wel klopt, en ik heb jullie verteld, naar mijn inziens, klopt waarschijnlijk de Koran van Abdullah bin Mas'ud, want, Wa continueer. Jouw pelgrim tot aan Kaba. Zou, zou suggereren dat je ergens anders met je pelgrim begint. Je pelgrimrituelen. en die maak je af daar. En dat is niet wat Allah ons leert. Pelgrim gebeurt alleen en enkel bij Kaba. En waarom zeg ik dit? Omdat wij. hetzelfde woord wat Allah hier gebruikt. hebben wij als het gaat om vasten. Allah zegt. zodra de dag begint, stoppen jullie met vasten. Ja. Wa Ja. En continueer je vasten.

Als wij gaan kijken naar die vers die ze gevonden hebben, ja, continueer je pelgrim naar Kaaba, dan, dan suggereert dit dus dat het onderbroken was, dat de pelgrim was onderbroken elders, en dus vandaar dat ik zeg van, mijn inziens is dat dan die van Abdullah bin Mas'ud waar is. In ieder geval de vers van wa'atimu al en geloof het of niet, want ik wist niet meer hoe. Terwijl ik dit aan het onderzoeken was, wist ik niet meer hoe dat precies in de Koran staat die wij vandaag de dag hebben. En gelukkig, God dank, mijn manier van kijken naar dit soort versen klopt, alhamdulillah, want de Koran die wij vandaag de dag hebben, die heeft inderdaad staan. Maak de pelgrim voor Allah. En niet waar al Hajj Nogmaals. Zo kijk ik ernaar, en geloof het of niet jongens, Allah mag tuigen. ik was eruit gekomen voordat ik voor mezelf weer het Koran had gecontroleerd, van hoe staat het erin. En de Koran die wij vandaag de dag hebben, staat inderdaad gelukkig, Dus ook al weet ik niet, niet meer wat er in de Koran staat, als je logisch nadenkt, dan kan je ze onderscheiden van elkaar. en dit zou de reden zijn maar weet je het probleem is hadith geeft verschillende redenen een paar redenen waarom Othman begonnen is maar, maar een andere hadith zegt dit was de reden waarom Faridi bahudaythah hmarat aynah Hudayfah werd boos dat is de geheim bewaarde volgens mij van de profeet waar ik gisteren over vertelde en hij werd boos en zijn ogen werden rood want hoe kan dit en dat mag niet en 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 toen is hij naar Othman gegaan of Emile Mu'minin komt naar mij. Of ik ga rennen naar hem. Want hier moet wat aan gedaan worden. Ja? Dus dit zou, het, dit zou de reden zijn. Waarom Othman opeens. Uh, 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 Korans. is gaan bundelen. Maar mijn vraag is. Mijn vraag. De Koran was minstens één keer volledig gebundeld. voor Othman. Wat is daarmee gebeurd? Als Abu Bakr, als Khalifa de moslims leidt. Waarom heeft hij zijn Koran niet beschikbaar gesteld voor de moslims om daaruit te kopiëren? Waarom deze geheimhouding? Waarom was het alleen bij hem, daarna bij Omar, daarna bij de dochter van Omar? Waarom was het niet van alle moslims? Waarom was het niet beschikbaar gesteld voor alle moslims om daaruit te kopiëren? Iets anders wat ik vreemd vind aan, aan Hadith is dat ze zeggen in de tijd van de profeet had, konden wij geen boeken maken. Want het was er nog niet. We moesten schrijven op stenen en op takken. Batsboom, een paar jaar later, opeens konden mensen, onder andere Othman, alles keurig uh, op papier zetten en de Koran achterlaten, wat ze noemen de Koran van Othman. En, en. It doesn't make sense. In die korte periode, ja, we gingen van takken en stenen naar Othman die een heel boek achterlaat. Gebundeld en wel. It doesn't make sense. Klopt iets niet. Klopt iets niet. En een andere hadith wat ik met jullie gedeeld, suggereert dat de Abu Bakr iets had van Koran op papier. Ja? Op papier, kertas, karatis. En als je dit woord gaat opzoeken in Koran, de vertaling daarvan, ook in het Engels en in het Nederlands, is papier, bladeren, bladzijden. Dus, wat ze noemen, something is fishy. Nogmaals, ik blijf herhalen, Koran was gebundeld. Daar ben ik van overtuigd en alle weten het beste, dat is mijn gevoel. En deze mensen, deze hadith gebruiken het alleen maar om de kalifas populair te maken. Uh, dit is niet nieuw, wat ze hier doen is niet nieuw. Dit is wat Constantijn heeft gedaan met de gospels. Ja? Constantijn, keizer geworden, hij had veel christenen in zijn uh, koninkrijk en die waren constant aan het vechten met elkaar. En hij was het zat en hij was het beu en hij heeft gezegd, Verzamel al de kerkleiders bij elkaar. Vandaag, hier en nu moeten jullie eruit komen met één Bijbel. En ze hebben zoveel gospels moeten weggooien: de Gospel van Thomas, de Gospel van Maria Magdalene, de Gospel van Judas, de Gospel van, van, van. Hebben ze het allemaal weg moeten gooien? Want Constantijn zegt: jullie moeten de Bijbel maken. En in die Bijbel moet je het met elkaar eens kunnen zijn. Dus alles, alle gospels, die bijvoorbeeld beweren, want dat was er ook, er waren ook zat-christenen die zeiden, Jezus is niet de Zoon van God. En, en toen al, oud, heel oude christenen, die bestaan nog steeds. Ik ben hun naam, volgens mij, mij noem je ze de Unitarian Christian, niet helemaal, weet ik niet meer zeker. Enfin, jullie kunnen het opzoeken. Zelfs vandaag de dag bestaan er nog steeds christenen die zeggen, Jezus is niet de Zoon van God. Hij is een profeet en hij is mens, weliswaar een bijzondere mens, maar hij is niet de zoon van God. Dat weten heel veel christenen niet van elkaar, dat weten heel veel moslims niet. Maar deze kerken bestaan. Genoeg christenen nog die zeggen: Jezus is niet de zoon van God. Hij was gewoon profeet. En dat was in die tijd al. Maar. Uh, en zelfs Constantijn, de Romeinse keizer Constantijn, geloofde hier in deze stroom. Dat vertelt de geschiedenis. Toen hij zich zogenaamd bekeerde tot het christelijk geloof geloofde hij hierin, in deze richting, dat Jezus niet de zoon was van God, maar hij was gewoon een bijzonder profeet. Enfin, maar, en, en dat laat zien, de inborst van Constantijn, het ging hem niet om de waarheid, het ging hem om hoe krijgt hij minder strubbeling in zijn koninkrijk, in zijn empire. Want als hij echt ging vechten voor het christelijk geloof, wat hij zegt, ik heb een, 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 een kruis aan de hemel gezien die mij victory had beloofd en, en, en al die onzin dan had hij gevochten zodat de waarheid zou, zou zegenvieren. Hoewel hij een Romein was en hij komt van een cultuur waarin ze geloven in duizend goden, zegt de geschiedenis dat hij zich liet bekeren tot de richting van de christenen die geloofden in één God. Maar de council van Nicaea, wat ze noemen de council van Nicaea onder zijn regime, daar heeft hij toegestaan dat ze van Jezus de zoon van God maken. Dat laat zien dat hij niks gaf om het geloven, niet om waarheid. De politiek, het politiek gewicht had bij hem veel meer waarde. Dus hij, hij gaf veel meer om zijn status en zijn veiligheid, de stabiliteit als keizer, dan dat de ware God uh, 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 helder wordt gemaakt. Dus wat zei hij tegen die kerkgangers? Ik wil me niet bemoeien, maar ik wil één ding: ik wil de christenen niet meer onderling horen vechten. Jezus is of de zoon van God of niet de zoon van God. Het is mij om het even. Make it so. En toen met dat uit uitgangspunt gingen de Christenen met elkaar vechten, vechten, tot ze eruit gekomen zijn. Prima, dan maken we van hem de Zoon van God. Waarom? En hij zegt dat hij bekeerd is tot het christelijk geloof. En en nu zijn er onderzoeken die zijn uh, Ark of Triumph hebben bekeken en die vinden nergens een verwijzing naar het christelijk geloof of naar Jezus of waar dan ook, terwijl de Romeinen hadden in die tijd altijd hun goden die ze aan het eerder waren, als ze gewonnen hadden. En Constantijn zou dan Jezus hebben geëerd in zijn uh, Ark de Triomphe, wat hij ook heeft gemaakt. Maar daar staat geen 0,0 verwijzing naar Jezus of naar het christelijk geloof. Geen kruis, niets niet. Integendeel, nog steeds zijn heidene goden vind je daar afgebeeld. Het is allemaal op te zoeken. Kun je het allemaal vinden op YouTube. daar is een Jood, ironisch genoeg, een Jood die dat onderzocht heeft. Hij heeft toestemming gekregen van het Vaticaan. En want dat mocht eerst niet, want ze zijn bang natuurlijk. Maar nu hebben ze zoiets van: hoe lang kunnen we dit nog tegenhouden? Dus hij mocht op een stijger met een camera. En kun je het allemaal vinden op YouTube. Dan, dat bespaart mijn uitleg. Enfin, dus Constantijn heeft geloof ingezet om de christenen te misleiden, zodat ze hem blijven dragen. Ja. Wat Pieter ze verteld heeft, buig voor de Romeinse keizer. Volgens mij was het Pieter, de, de, de brief van Peter. Buig voor de Romeinse keizer. Hetzelfde zien we hier gebeuren. Dit is, dit is Omar, Abu Bakr, Omar en Othman. Die doen niet anders dan wat Constantijn heeft gedaan: het boek van God inzetten in hun politieke campagne. Erbij betrekken. Dit is wat we gaan doen. Het is echt it's amazing. is amazing. En zelfs wanneer je gelooft in hadith. Zelfs wanneer je gelooft in hadith, wat ik dus niet doe, zelfs dan heb je het recht om Othman aan te vallen. Want hadith vertelt jou, Koran geopenbaard in zeven dialecten, dat heeft alles zo bepaald, want anders was dat niet gebeurd. En Othman brengt het terug naar één dialect, dus hij doet teniet wat Allah heeft gedaan. Zelfs als je in hadith gelooft, heb je het recht om Othman aan te vallen op zijn integriteit. Ja, want hij heeft iets teruggedraaid wat Allah anders heeft bepaald. Dat is althans, als je in een Hadith gelooft, nogmaals, wat ik niet doe, ik wil het helder maken. Want ik hoop dat alle moslims Hadith gaan verlaten, een keer. Een ander Hadith wat opvalt, wat een beetje onbetrouwbaar klinkt, is de mengeling van Ali, die steun betuigt aan Othman. Hadith en Abdullah. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل عن رجل أو في غمان عن رجل عن دي مان عن سويد بن غفلة قال قال علي دوس دي ان دي ان دي امان ان دي ان علي زو خزيخ dat Othman عثمان دو jouw عن سيفت فبرانت als hij ما حديث سالف vertelt jullie over Ali, dat Ali de eerste was die begonnen was met het verzamelen van de Koran direct na de dood van de profeet. Als enige heeft hij de profeet begraven en op dat punt, dat laat, voor mij is dat wat laat zien wat Abu Bakr, Omar en Othman zijn. De profeet van God. En Hadith vertelt jullie, letterlijk, dit is Hadith, letterlijk, dit is niet om grappig te zijn, Hadith vertelt jullie dat de profeet nog at, nog sliep, nog liep, nog zat, of Abu Bakr, Omar en Othman waren erbij. Maar waar waren ze toen hij dood was? Laatste respect betuigen. Hij was dood, werd begraven. Waar waren ze? Weet je waar ze waren? Vertelt Hadith. Ze waren bezig om politiek onderhandelingen te doen. Ja? Politiek onderhandelingen. Wie wordt de volgende baas? Dat waren ze aan het doen. Dat erkennen beide partijen, Hadith. Is dit het profiel van mensen die wij willen respecteren? Ja? De profeet is nog letterlijk niet in de grond. Letterlijk, zijn lichaam was nog niet begraven. Ali moest dat doen in zijn eentje zowat. Waar was Abu Bakr en Omar en Uthman? Die, de profeet stond niet ging, niet, ging niet zitten, kwam niet. Of ze waren erbij verteld, hadith, ze waren zijn schaduw. Waar waren ze nu? Ja? Hij is overleden, zijn lichaam moet nog begraven worden. En zij waren aan het vechten, Abu Bakr, Aufman, en Omar, Abu Bakr en Omar, waren aan het vechten over wie de baas wordt. De profeet van Allah is nog niet begraven. Hun vriend, zeggen ze, zegt Gadith, dat was hun vriend. Hun hart scheurde en brak in miljoen stukken toen de profeet. En dit is wat je doet. Je gaat achter aardse zaken terwijl jouw profeet en vriend nog niet begraven is. Ik zou kapot zijn. Mijn beste vriend en profeet van Allah. Niet te vergeten. Zijn lichaam moet nog begraven worden. En ik ga mijn politieke carrière achterna. Kijken wat ik nog kan redden van mijn politieke ambitie. De hel met ambitie. De hel. Na hel kan het maar gestolen worden. Wie wordt wie? Met... Ja? Eerst doen wat je moet doen. Ja? Het laatste respect wat je kan geven aan de profeet. Begraven. hem. Maar nee, als. als, 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 als macht geeft Hadith jou verhalen over dat ze aan het vechten waren. Ja, wie wordt het? Wie, wie? Nee, het moet uit Mekka. Nee, het moet Medina. Nee, we gaan die... En Omar wilde geen uh, uh, concessies maken. Zegt Hadith, Omar wilde geen concessies maken met Abu Bakr. Het moet zoals Omar vond. Ja, dus heftig, heftig aan het vechten met elkaar, met verschillende stammen. Wie gaat de moslims leiden naar de profeet? En het lichaam van de profeet, zoals we dat zeggen in Marokko, is nog warm. Ja? Die moet nog begraven worden, is nog niet eens afgekoeld. En dit is de eerste indruk wat we hebben van deze figuren direct na de dood van de profeet. En dan is er geen imam, of halim, of wie je ook bent, die mij kan vertellen: nee, God zegen ze. Nee, dit. Nee, ze doen dit. Nee, dit. En dan wordt het erger. Aanvallen van de familie van de profeet, uh, bedreigen van het in de fik steken van Fatima's huis en Ali. Uh, Binnenkomen zonder kloppen, letterlijk. Ali vermoorde uiteindelijk. Hallo, waar stopt dit? Wanneer worden we wakker? Wanneer gaan we vragen stellen? Maar dit soort vragen stellen over de kalifas mag niet. Want straks ben je een stiekem shiri. <laughs> Straks ben je nog een stiekem sjee. O jee, als je van de profeet houdt en van zijn familie. Want dan ben je een gevaarlijk. Gevaarlijk, pas op gevaarlijk. Nee, we moeten houden van de mensen die de profeet en zijn familie hebben willen doden. En uiteindelijk hebben gedaan. Nee, dan pas ben je zo niet. En nee, dat is het. Nee, maar God vergeeft. Ja? Terwijl God zegt in de Koran: Ik vergeef niets. Die hypocrieten zal ik niet vergeven. Ja? Hypocrieten die tot hun dood, als hypocrieten zijn doodgegaan, zal ik niet vergeven. Wat te zeggen van alle die in de Koran zegt als een moslim? Een mede-moslim dood. En het is geen ongeluk, die kan vergeving vergeten. Als je als moslim een ander moslim doodt. Laat staan een andere mens, dat zegt de Koran ook. Je mag niemand doden. Ja? Want Allah zegt, dat is de ziel van mij. Dat, 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 het is de gift van mij. Je mag niet iets beschadigen van Allah. Alleen de mensen die jou aanvallen. Dat is een heel hoofdstuk apart, daar kan ik nog een heel hoofdstuk aan toewijden. Een heel serie. Oorlog en doden en jihad in islam. Koran zegt alleen... Vecht met alleen mensen die met jou vechten. Want je mag jezelf verdedigen. En Allah zegt, en als de persoon stopt, stop je. Ja? Dus mensen die met jou willen vechten, ze slaan je. Je mag terugslaan. Letterlijk staat het zo in de Koran. Maar als de persoon stopt, dan stop je. Ook al is hij geen moslim. Maar wat zeggen de hadith Dood iedereen tot ze moslim zijn. Ze moeten zich overgeven en anders de kop eraf. Staat niet in de Koran, net als de En toch... Leren ze de moslims om dat te doen. Terwijl Allah zegt: ook al is het de grote heiden, als hij met jou vecht, speel dat niet toe of hij moslim is of niet. Ja? Vecht met hem, zolang hij met je vecht, en stop die, stop je. Ja? En ga niet het ta'addi. Wees geen transgressor. Afed. Voor nu. Laten we het hierbij. Ik ga jullie inshallah spreken in een volgende deel als we nog leven. As-salamu alaikum wa